Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij de eerste Crazy Coon Pokémon Go video van 2019. Tof dat je er ook in het nieuwe jaar weer bij bent. We gaan het vandaag hebben over de nieuwe boxes die Niantic gereleased heeft. Maar omdat het de eerste video van het nieuwe jaar is, wil ik beginnen met jullie een heel gelukkig 2019 wensen. Hopelijk hebben jullie een fantastische oudejaarsavond gehad... Is het nieuwe jaar goed voor jullie begonnen en hebben jullie er allemaal weer heel veel zin in? Ik in elk geval wel. Er komt zondag een nieuwe video uit in een serie die ik in 2019 wil gaan beginnen. Houd het kanaal daarvoor dus in de gaten. Wil je dat automatisch doen? Abonneer je dan op het kanaal en voor je deze video vet druk dan op het duimpje omhoog. Wij gaan heel snel beginnen, want er zijn nieuwe boxers. Kerst is heel duidelijk voorbij en de nieuwe boxers van Myantic hebben dus ook weer de traditionele kleuren. Die we gewend zijn. De prijzen van de boxes zijn nog steeds hetzelfde. Maar de grote vraag is natuurlijk: zijn de boxes hun geld waard? Over het antwoord op die vraag verschillende meningen wat. Er zijn natuurlijk weer drie boxes. En als we kijken naar de inhoud, dan is het heel duidelijk dat die is toegespitst op het nieuwe event dat Niantic aan het houden is: namelijk de 2018 Hatchathon. Tot 15 januari, uh, 10 uur s avonds in ons geval, hebben we dubbele Egg Hatch Candy. En dubbele Egg Hatch Stardust. En een grotere kans op 5 en 10 kilometer eieren uit de Pokestops en de gyms. Het voordeel van dit nieuwe event is dat je grotere kansen hebt op zeldzamere Pokémon uit 5 of 10 kilometer eieren. Maar een nadeel is natuurlijk, je hebt veel incubators nodig. En eieren uitboeden gaat minder snel. Daar spelen deze boxes relatief handig op in. Laten we eens kijken wat erin zit. En laten we ook vooral kijken... Of ze hun geld waard zijn. Allereerst is het heel duidelijk dat het geen kerst meer is. De boxes zijn veel minder voordelig dan de boxes die we hadden gehad met kerst. Nou, ja, ik pakte toen heel goed uit en vergeleken daarmee voelen deze boxes gewoonweg iets minder, omdat je minder bonuswaar voor je geld krijgt. Hoeveel krijg je dan? De eerste box: 480 gold coins. Gaat je opleveren: Drie incubators, 2 lucky eggs en 2. Premium Rate Passes voor 480 Pokécoins. Niet de grootste deal, maar je krijgt wel nog steeds meer dan dat je zou krijgen als je die items los zou kopen. In totaal is de totale waarde van de items in de box 750 Pokécoins en je betaalt er maar 480. Dat betekent een korting van 36%. Het zijn alleen geen super incubators, maar als jij iemand bent die veel met Adventure Sync loopt... En als je niet al te veel Pokécoins hebt om te besteden, dan is de bronzen box zeker wel de box voor jou. Dan de zilveren box. Kost 780 Pokécoins en bevat 5 Super Incubators, 3 Lucky Eggs, 3 Premium Raid Passes en ook 3 Star Pieces. In totaal zou de kosten van al die items oplopen tot 1600 Pokécoins. Maar je betaalt er dankzij deze box. Maar 780 voor. Dat is een korting van 820 muntjes. 51,3% korting levert deze boxje op. Is het dus nog steeds waard en hij is ook praktischer om te gebruiken dan de bronzen omdat je hier de super incubators krijgt. Wat betekent dat je. De eieren sneller uitbroedt. De gouden box dan vervolgens, die is natuurlijk, zoals we gewend zijn, 1480 muntjes, bevat de meeste items en geeft je ook de grootste discount. Je krijgt hier zowel super incubators als gewone incubators, een enigszins opvallende keuze. Zes gewone incubators krijg je, tien super incubators, acht premium rate passes en acht lure modules. Geen star pieces, dus in deze laatste box. En dat betekent toch dat je een keuze zult moeten maken als je in de hogere ranges wil gaan zitten: of je extra starters wilt, of dat je lure modules wilt, om bijvoorbeeld bij Community Day Pokestops te kunnen luren. De totale waarde van de items hier is 4380 Pokécoins. Maar je betaalt zoals gewoonlijk 1480. Dat betekent dat je 66,2% korting krijgt op alle items. In de, boxes. de boxes geven dus korting, zoveel is duidelijk. Maar wat is nu de beste box om te kopen? Het hangt een klein beetje af wat je ervoor wilt krijgen. Als je de meeste super incubators wilt, dan geldt gewoon weg dat de gouden box de beste is. Maar als je bijvoorbeeld een level 40 speler bent en graag extra Stardust wilt, zul je misschien toch moeten overwegen om de zilveren box te kopen. En op die manier extra star pieces te krijgen die je kunt gebruiken. Omdat de gouden box die gewoonweg niet heeft. Een andere opvallende keuze van Niantic vind ik om zowel gewone incubators als super incubators te geven. De box in december had 12 super incubators. En de gewone incubators gebruik ik eigenlijk niet. Omdat super incubators gewoonweg beter zijn. En als er een grotere kans is om 5 of 10 kilometer eieren te krijgen. Dan zul je met gewone incubators dus ook veel langer moeten lopen. Het uitgeven van. Super incubators had volgens mij hier dus meer voordeel opgeleverd. Iets dat ik wel sowieso zou doen, is zoveel mogelijk wachten met het uitbroeden van 10-kilometer-eieren tot de Community Day op 12 januari. Ik zei trouwens in mijn vorige vlog per abuis dat die op 18 januari was. Ik werd daarop gewezen, daar had ik natuurlijk ongelijk in. De Community Day is 12 januari op de zaterdag en 13 januari is die uh, voor Azië. Tijdens die community dag heb je namelijk vier keer gereduceerde egg hatch distance. Dus als je een gewone incubator gebruikt, heb je maar 2,5 kilometer nodig in plaats van 10 om hem uit te laten komen. Dus als je deze boxes koopt, zou ik zeer zeker de gewone incubator zoveel mogelijk bewaren tot tijdens de community day. Zodat je ook dan ze toch kunt veranderen in een soort van super incubator. Dat zou die gouden box toch nog best nuttig maken. En dat waren. Mijn gedachten over de nieuwe boxes en een analyse van de kosten en de baten die deze boxes met zich meebrengen. Welke box ga jij nou kopen en heb jij een strategie om deze incubator zo goed mogelijk te gebruiken? Laat het dan hieronder weten in de comments. Heb je iets aan deze video gehad en vond je hem tof? Geef hem dan een duimpje omhoog en abonneer je op het kanaal voor meer. In het scherm hierna zie je twee andere video's van mij en ik zie jullie weer heel graag in de volgende. Toppers, bedankt voor het kijken en een heel goed 2019. Houd